Het is druk op het pleintje hier in Assen. Er staan een paar honderd mensen die komen om hier te laten zien dat ze voor vrijheid van meningsuiting zijn. Vrijheid van schrijven, vrijheid van tekenen. En rond 6 uur klimt burgemeester Marco Oud van Assen op een muurtje. Samen met de vertegenwoordiger van de Marokkaanse gemeenschap en de vertegenwoordiger van de kerken hier in Assen om het publiek toe te spreken. Ik ben hier net naartoe gelopen met vertegenwoordigers van onder andere ook de pers en de politie. De pers en de politie die gisteren in het hart zijn geraakt. Dames en heren, het is goed dat u hier bent om met elkaar, om samen onze afschuw uit te spreken over wat er gisteren in Parijs is gebeurd. En om tegelijkertijd onze steun te betuigen hier met elkaar aan iedereen die door deze ontzettend laffe daad getroffen is. We hadden het er net over van wat we erover vonden en wat we graag anders zouden willen. Dat mensen elkaar gewoon echt ontmoeten en in gesprek met elkaar gaan. Want dan krijg je ook niet die rare beelden van wij en zij. Net zoals vanavond eigenlijk. Ja. Ik denk dat, al was er geen woord gesproken vanavond, dat het ook indrukwekkend was geweest. Nu ook. Maar kijk, wij hoeven geen woord te gebruiken om tot uiting te brengen dat we dit niet willen en nooit zullen accepteren en altijd strijd zullen leveren om dit tegen te gaan. Wij als Nederlandse moslims voelen ons zeer verdrietig en boos wat in Parijs is gebeurd en hopen dat wij hierdoor niet uit elkaar verdreven worden, maar juist samen tegen deze barbaren strijden. Dank u. Dit zijn momenten die je toch ook met elkaar wilt delen, want we zijn met elkaar de samenleving en wij staan voor onze gezamenlijke waarden en die worden nu aangevallen. En dan is het goed dat je dat ook met elkaar deelt, denk ik. Van tevoren vroeg ik me af van hoe gaan mensen uiting geven aan de manier waarop ze erbij stil willen staan. Is dat door stil te zijn, is dat door lawaai te maken? En uiteindelijk kozen de mensen voor om met stil te zijn en ik vond het in ieder geval heel indrukwekkend, een heel indrukwekkende manier om op die manier met elkaar hier te staan. Bovendien was de Marokkaanse gemeenschap er ook nog bij. Dat geeft dan weer wat extra, denk ik. Hè? Ik vond het een heel goed verhaal wat vanuit de Marokkaanse gemeenschap is verteld. Want wat daar in Parijs gemaakt heeft niks met geloof te maken. Dat heeft gewoon met extremisten te maken die gewoon echt van alles en iedereen los zijn. En dat statement is duidelijk overgekomen dat de Marokkaanse gemeenschap hier in Assen, hier in Drenthe en volgens mij ook in heel Nederland en ik denk ook dus ver daarbuiten, absoluut niks te maken wil hebben met wat er gisteren in Parijs gebeurd is. Is dit goed zo? Of het goed is, weet ik niet. Ik ben in ieder geval, ik denk dat het goed geweest is in zoverre dat we bij elkaar geweest zijn. Want je moet een tegenwicht bieden aan dit soort ontwikkelingen. De vrijheid van meningsuiting mag op geen enkele manier ingeperkt worden. En als zoiets aan de hand lijkt te zijn, dan moet je met elkaar opstaan.